Dan de vraag van de heer Koster. U heeft heel scherp naar mijn cv gekeken, want het is niet voor niks dat ik daar geen opleiding vermeld heb. Ik heb ook geen formele opleiding afgerond. Ik heb wel mijn kennisniveau op mijn eigen manier, hè, als autodidact, opgevijzeld. Maar ik heb nooit nog een universitaire, nog een middelbare school opleiding afgerond. Dus hier tegenover u zit ook een drop-out. Het is ook wel goed dat die vertegenwoordigd zijn in het college. Maar ik kan u verzekeren dat mijn kennisniveau, zeker waar het gaat om mijn portefeuille, hoog genoeg is om de ambities die zijn opgeschreven, om die op een goede manier waar te maken.